Nou. Nou. Hallo? Wat? Briefje? Wat? Hè? Dipje. Wat heb je dan? Wacht net, ik heb dit gekocht. Waar? kom. Gaan we even proeven, ja? Rustig. Ah! Nou. Nou, kijk, koekjes. Dank bij een nieuwe review. Lang geleden, hè? Ja. Gaan we even hete chips proeven. Nou, kom. Ja. Gezellig, leuk dat jullie weer kijken. Het is een tijdje geleden, maar ja. Corona, druk. Weet ik het allemaal. Ik hoor gelijk weer mijn bek janken. Kaal kopje, hè? Lekker, hè? Hey. Zie je niet? Gelijk weer met het gore poppetje altijd weer in. Nou, dat hebben we vandaag. Nou, dat hebben we vandaag. Nou, ik heb het. Nee. Oh ja, andersom. Dat is van Capra Muncho. Cara Muncho Corn Snacks Hot. Ja. Nou, kijken of het echt zo hot is dan. Ja. Nou, proeven. Uit welk land komt het? Staat er een CS-code op? Wie is zo hard die zak? De 4. Huh, dit is Duitsland. Is dat Duitsland? Dat is raar. Laat zien. Ja, hier, 4. Laat even zien aan de camera. Een 4'tje. Laat even zien aan de camera. Hier, een 4'tje. Raar, dat is een Aziatisch product uit Duitsland. Ik ben niet zo hard met die zak, man. Maar voelt wel lekker, hè? Dan maak hem even open. Kijk, voelt het heel anders, de zak. Dat klinkt heel raar wat je nou zegt. Tjonge. Die knippen even eruit, hè? Knip. Misschien nou eens op. Kijk, ik kan niet eens een normale zak openmaken. Ja, hier eentje. Pak dan. Ja, hoor. Nou. Dit is de Cara Hot Chili My Snack. Ja. Hallo. Wat? Een eentje proeven. Ja, ik heb ook een versie. Gewoon even. Ja. Een twee of zo en een eentje de rest op. Dat moet je een beetje goed kunnen beoordelen, of niet? Even, oh, het is maar zo lang. Dat ziet er wel leuk uit. Ja, goed. Kijk. Het lijkt wel een... Het is het lijkt wel een wormpie. Zie je dat? Ja. Kijk dan. Wie? Wie? Ja. Nou, ik vind ze wel lekker. Wat ben je nou aan het doen? Oh, daar, ja. Ze zijn heel licht zoetig. Zo, dat is wel best pittig. En inderdaad, heet chili. Heet chili. Het is behoorlijk pittig. Ja, behoorlijk pittig. Maar ook heel licht zoetig, hè? Zoet tintje, of niet? Ja. Weg met een poppetje, man. Nee. Nou. Een zoetig tientje, lekker smaakje. En gratis corona. Auw. Nou, laten we even kijken. Nou, laat de chips nog even zien. Moet even een reviewtje, moet even cijfer geven, toch? Ja, ik had nog even... Laat even zien, dus de... ja, wat ik zei, lekker pittig. Ik weet niet wat hier staat in het Japan. Ja. Nou kijk, dit is de zak. Laat hem even goed zien, man. Ziet er geen hond zo. Cara, Mucho, Corn Snacks, Hot Chili. Hebben we bij de toko gekocht volgens mij in Utrecht. Ik ook eentje. Misschien even voorop. En de vorm vind ik ook wel leuk. Ja. Kijk, zijn een soort. Gaat er wel van hoesten. Zo. Ja. Een soort wormpjes. Ik kom er niet meer uit. Nou, we gaan er meer over zeggen. Lekker pittig. Beetje zoeter. Ja. Ik krijg hem. Sorry. Ik krijg gelijk de hik van. Zo, ik krijg echt... Geen zo, het is heet hier al, Jezus Christus. Het is heet. Valt er ook wel mee, het is niet heet. Heet dan die blote paper challenge die wij gedaan hebben. Nou, tijd voor een cijfer voor de Cara Mucho Corn Hot Chili Snacks. Ik zeg een Simon Says, ik moet even met één hand doen. 5 plus 3. Ik vind hem echt lekker. Dus een 8. Dat is gek, hè? Nou, 9 is echt lekker, ja. 9? Nou, dat is samen dus een 8,5.
voor dit productje. Het is lekker weer buiten. Het is lekker weer buiten. Ik zou zeggen, geniet van het zonnetje. Geniet van Pasen. Vrolijk Pasen. Vrolijk Pasen. Bedankt voor het kijken. Sorry dat het weer even een tijdje geleden was. Maar ja, we moesten even naar de kapper. Ik had corona. Iedereen is doodgegaan. Zo! Hallo! Nou, dat kan toch? Kan toch niet, dat is wel zo. Ja. In ieder geval, tot de volgende keer. Vergeet niet te liken, commentje, weet ik wel. Een blauw duimpje. Ja, dat gaan meestal YouTubers zeggen. Aan het eind van het video, een blauw duimpje. Een blauw duimpje? Ja, omdat als je op de... Volgens mij is je op YouTube gewoon zwart, toch? Nee, het is blauw. Op Facebook is het toch blauw? Nee, op YouTube ook. Nou, het zal wel. Nou, wat hij zegt dus, een blauwe duimpje. Ik denk, eerst moeten ze thuis met een hamer erop slaan of zo, dat je dat bedoelt. Dus een blauwe duim hebben of zo. Ja. Ik heb er nooit zo op gelet eigenlijk of die duimpjes op YouTube blauw zijn. Maar als hij het zegt, dan zal het wel niet waar zijn. Nou, tot volgende keer. Kijk, lekker drukken. Lekker drukken.